Hielkema via een Winti-ritueel de boodschap door dat de geest van Kid Dynamite geen bezwaar heeft tegen een film over deze Surinaamse koning van de swing. Aan het eind van de jaren 20 was Lodewijk Parisius als verstekeling aan boord van een schip naar Nederland gekomen en binnen een aantal jaren uitgegroeid tot een veelzijdig jazzmuzikant. Familie, vrienden en muziekkenners vertellen het wonderbaarlijke verhaal van Kid Dynamite. So wat ik nou doe, is toestemming vragen. Maar ik krijg geen antwoord, dus mij is er niet. Begrijpt u? Ja. Die mensen zijn niet thuis. Ze zijn die zwamp op de rivier opgegaan. Andere werkzaamheden. Ja? Maar we groeten. Als ze thuis komen, dan zien ze dat er gegroet is. Iemand was hier. Ja, ze weten maar ooit. Ik kon niet aan toe, hoe ze zijn geboren, ja. En dat we hopen dat alles aan zou kunnen. We waren ooit en we tak tani. We kunnen dat tani moestatje. Alle cabra, alle bigis malon toe. We waren bigi ooit. Met alles aan kawaka boom, ja, die de man die zie. Met een film kan komen mooi met grond tapu kan zien. Bika usabi tak takke fu ben kon zomaar ja zo. Uno actie dan probleem. Dus je moet groeten en je moet toestemming vragen. Want het kan zijn dat je dat niet hebt gedaan en je staat gewoon voor een lege camera. Er komt niks op. Begrijpt u? Dus je moet groeten en je moet toestemming vragen. Ik hoop dat dat begrepen is. Hebben wij toestemming? Ja! Hannover, Suriname. 50 kilometer onder Paramaribo. Eens een bloeiende plantage. Nu een verlaten oord. Hannover ligt in de Para. Een streek die doordrenkt is van de natuurgodsdienst Winti. Toen en nog steeds. Op deze plek ging 80 jaar geleden een jongetje rond dat Lodewijk Rudolf Arthur Parisius heette. Hij hield van de plantage. En zo kwam de kleine Arthur al heel jong in aanraking met de magische rituelen van Winti. Wat hij toen meemaakte, had grote invloed op zijn verdere leven.
30 jaar later zou hij als Kid Dynamite avond aan avond een dancing op de Amsterdamse Zeedijk op zijn kop zetten. Ik kwam op de Zeedijk, ik liep daar voorbij, hoorde ik die muziek, hoorde ik daar. Ik denk, hé, dat is, ik was helemaal muziek, maar als kind zijn al. En ik hoorde daar die muziek tussendoor, maar ik was jong, ik mocht er niet in. Ik vond het vreselijk, maar die eigenaar van boven, die zei, ik heb je nou nog zo vaak gezien en ik heb er zo vaak... Je houdt van daar hiervan, hè? Ik zeg, ja, ik ben gek op die muziek. En toen op een gegeven moment zei hij tegen, moet je eens horen. Ik ga straks een hapje eten. Hij kwam van binnen naar buiten. Ik ga zo even een hapje eten. En dan kom ik weer naar beneden. En dan mag je erin. En hij zegt om 10:00 moet je weg. Zorg maar dat je thuis komt. En Kid Dynamite, die kleine, dikke, forse man, die had een saxofoon. Dus met een baritonklank. Het denderde als een trein door me heen. Dat was de muziek die ik hoorde en de muziek die ik wilde spelen. Ik had nog nooit een zwarte man op een saxofoon zien spelen. Nu zag ik echt wat ik al 3-4 jaar lang gehoord had. En dat vond ik ideaal van die man, want die straalde dat helemaal uit. Maar die man was, ja, die was voor mij het hele muziekgebied. En jazz werd gespeeld in de Casablanca op de Zeedijk. Daar mocht ik niet naartoe van mijn ouders. Dat was natuurlijk een gevaarlijke plek. Daar ging ik dan wel naartoe, net als de Cotton Club, daar mocht ik ook niet komen, daar ging ik ook naartoe. En op de, daar in de Casablanca, daar werd jazz gespeeld. Ik was jazzfan geworden, ik was ook saxofonist geworden, want ik wilde graag meedoen met de hippe beweging. En toen dat uit was je de hipste. Zo over het Leidseplein liep met kort geknipt haar en een anorak aan en een saxofoonkoffer onder je arm, van die Zweedse muilen, hele nauwe broekspijpen. En het was, het was helemaal, want het was de echte jazzclub in Amsterdam. Het was één vervelend ding, er speelde ook heel vaak een Surinaamse saxofonist. En die speelde commerciële muziek, volgens mij. En de wereld was toen niet verdeeld in pop en jazz of dance. Maar toen was de wereld verdeeld in commerciële muziek en jazz. En als je jazz was, was je hip en vooruitstrijvend en commerciële muziek. Dus ik vond die man heel ordinair spelen. Het was echt, die zat allemaal van die... Calypso's te spelen, Besam en Mucho en dat soort stukken allemaal, terwijl ik vond dat je gewoon een swingende jazzstuk moest spelen. Maar... In de mode was Art Blakey of Sonny Rollins. Zo, of bebop stukken verder. Dat was wat ik toen wilde horen gewoon eigenlijk. En dan kwam je daar in de Casablanca. En ja, dat zei ik ook al van, hij zat te spelen ook al die man. En dan zat hij met een vrij ongeïnteresseerd gezicht ook nog. Zat hij zo op een stoel, opzij dan.
één been als het andere. En zat hij eigenlijk links, zat hij een beetje naar vrouwen te kijken zo. Of wat anders, om je contacten te maken. En dan zat hij ze even. Weet je, dat soort muziek speelde hij al. Nou ja, dat vond ik dus banaal, vond ik dat. Dat vond ik niet passen. Nou, dan begreep ik dat het heel goed paste. En Kit, ik was helemaal weg van Kit. Kit die speelde en die deed alles wat ik schitterend vond. Kit was ook een hele goede muzikant. Hij speelde niet alleen saxofoon, hij speelde klarinet. En wat hij ook in zijn handen had, als hij ging spelen, was dat gigantisch. Die speelde met hart en ziel. En het swingde, hè? Mooie arrangementjes. Ik hoorde dat het goed in elkaar zat. En velen kwamen van heinder en ver alleen nog voor Kit. En ik heb daar leren dansen. Ik danste zo goed dat ik trok mensen. Ik leerde daar rock'n'roll, of rock'n'roll bestond niet, ik jittebukte. En ik danste rumba's en mambo's en ik was een heel lenig kereltje. Ik was een garnaal en het was ook laatst die Surinaamse jongens hadden de pest aan mij. Die zeiden, wat is dat voor een etter? Hij spreekt geen Surinaams, hij is een bakra, een zuurkoolvreter. En hij gaat met onze meiden de deur uit, wat is dat? Ja, Jim kwam, zag en overwon. Jimmy Miller was hier de danser en het was iedere avond een soort floorshow. En wij waren gewoon, onze taak was om de mensen zo op te jutten dat ze onder andere een Jaapie Groenteman die al die meiden over zijn kop gooide en zo. En ja, die jitterbug was toen in de mode. Dat was in de tijd de muziek van Horace Silver, de Jazz Messengers. Maar dat was natuurlijk niet commercieel genoeg. Dus als wij echt die stukken achter elkaar speelden, dan werd het van boven werd het op de grond gebonkt. En dan wisten we, oh jongens, Zuid-Amerikaans. Ja. Maar de jongens die hadden ook problemen met Tante Marie Wagen naar boven, want die hield niet van jazz. En schreeuwden ze, schei uit met die apenmuziek, want dit is geen muziek. Jullie moeten Zuid-Amerikaans spelen. Casablanca, het is geen jazz-tent. Die hield niet van jazz. Dan kwamen chirurgen, dan kwamen doktoren, dan kwamen studenten. Dan had je de bevallen aan die meermeiden, ja. Die zaten aan de bar. En ja, dat was natuurlijk rommel met elkaar, ja. Dat is hun privéleven geweest. Maar er hing een hele warme sfeer. Nou, dat was een soort opvangcentrum, hè. Feitelijk, na de oorlog had je niks. Dus van je kamer moest je naar ergens naartoe en dan kwam je s'avonds hier in Casablanca. Dan zaten we in Casablanca en eerst zaten we achterin en tenslotte kwamen we voorin te zitten omdat we er zo vaak waren. En dan krijg je eerst oogcontact en dan zeg je wat tegen elkaar en dan hou je een gesprekje. En ja, zo komt dat contact tot stand en op een goed moment, ik geloof dat we hem ergens tegenkwamen en dat we toen zeiden, kom eens bij ons aan. En dat hij dat tot onze eigen verbazing ook deed. En toen is hij dus een avond geweest en de hele avond gebleven en heeft al zijn verhalen verteld. De jonge Arthur Parisius groeit op als ouderloos kind. Zijn moeder overleed niet lang na zijn geboorte. Zijn vader is een gouddelver. Werkzaam in de binnenlanden en voortdurend van huis. Wel heeft hij 3 oudere zusters. Nou, vanaf thuis heeft hij met een grote fluit begonnen te spelen. En dat was van mijn zalige, mijn oom. En dat was echt antiek, die fluit. En daarop heeft hij gespeeld. Al deze dingen, wat dingetjes, zal ik zeggen, ja. Arthur's oudste zuster, die niet meer in leven is,
blijkt een grote rol te hebben gespeeld in zijn jeugd. Haar twee dochters en een kleindochter wonen nog steeds in het familiehuis. Heeft u hem gekend? Ja. Hij is hier opgebracht. En welke herinneringen heeft u aan hem? Oh. Wat kan je nog herinneren van hem? Ik kan me niet echt herinneren, hoor. U was nog heel jong? Ja, ik was nog jong. U was jong toen hij wegging? Ja. Nu krijg ik antwoord hoor. Aliba meki grigrin te doe. Mi mama na libasi. Aliba meki grigrin te doe. Mi mama na libasi. En dat voel je door middel van die koude rillingen. Ja, daar net was er niets. Daarvoor ook niet. En nu krijg je koude rillingen. Zeker weten. Dus men geeft een teken dat men er is. De geesten. Jawel. Hij is die Kid Dynamite geweest, hè? Aha. Oh ja. Ik kan het zo zien. Dat hij een drager is of een drager was van die voodoo. Nu is hij natuurlijk die drager niet meer. Nu is hij een cabra. Iemand die al jaren overleden is, cabra. Maar bij wie die voodoo nou is, dat weten we niet. Dat zou wel uitkomen als men hier een keertje een pre gaf. Ja? En dan zou hij komen op iemand en die, cabra, en die voodoo. Men wil iemand kwaad doen. Dan gaat men een boze geest oproepen. En die boze geest bewerken in iets. In een kikker. Of in een slang. Noem maar op. En u krijgt de ingeving en de drang om die slang te doden. En dat doet u. Maar wanneer u gedood hebt, dan hebt u niet te doen met die slang. Maar met die boze geest die in die slang was. Ja, dan kan het u zoveel terroriseren. Uw hele familie, jaar in, jaar uit. En er komt maar geen eind aan. Toen kwam hij los en kwam met zijn hele verhaal over dat hij door zijn grootmoeder was opgevoed in Hannover, in de para. En dat zijn grootmoeder hem opgeleid had tot bonhomang. Maar dat voordat die opleiding helemaal afgelopen was, moest hij naar Curaçao om geld te verdienen. En toen is zijn grootmoeder overleden. Toen kwam hij terug en toen bleek dat zijn oudste zuster zich bij zijn grootmoeder had ingedrongen. En eigenlijk die opleiding voor bonhomang van haar had overgenomen. Dus die opleiding van Kit is niet afgemaakt. En zijn zuster was zo bang dat Kit toch nog zou proberen die kennis van haar af te nemen. Dat zij zwarte magie op hem is uit gaan oefenen. En dat is ook wat hem vreselijk dwars zat. Heeft u nou enig idee waarom hij hier weg is gegaan? Hij had eigenlijk niks om de hand. Wat hij eigenlijk verlangde. Hij wilde dus liever in de showbusiness zijn en dat had hij hier niet. Want wat ik van mensen vaak heb vernomen, dat vele jongeren langs de waterkant keken wanneer ze gelegenheid konden vinden om naar Nederland te vertrekken. En zo zijn velen naar Nederland vertrokken. Want het geld hadden de mensen toen de tijd niet. In die tijd was je een held als je ging verschuilen in de haven om weg te komen. Ik was 17 jaar oud. Een oudere man en andere jongens die moesten om mij lachen toen ze hoorden wat voor plannen ik had. Maar ik was vastbesloten. Ik ga weg, zei ik. Ik vertrok toen met de boot de Kotika van de KNSM. Tussen de aardappelkratten had ik mijn schuilplaats en daar bleef ik 4 dagen zitten zonder eten of drinken. Want het was bekend
dat er wel eens een verstekeling door de kapitein was doodgeschoten. Toen hoorde ik plotseling stemmen. Wat was het geval? Er waren nog twee mannen aan boord die zich verstopt hadden. Die zouden later mijn vrienden worden. Frans Vroom en Arthur Parisius. We gingen op zoek naar eten, braken een kast open, maar werden ontdekt. Voor straf moesten we het dek schrobben. Ik was erg verzwakt door zeeziekte, maar de drang naar een betere toekomst en het avontuur gaven ons de moed om vol te houden. Eenmaal ontscheept in Amsterdam keken we onze ogen uit. Maar ook de Amsterdammers keken hun ogen uit. Die waren nog niet zo gewend aan onze donkere huid. Kinderen slierten achter ons aan. Ze wilden onze kroeshaar voelen en onze tanden zien. We waren zo bijzonder dat de mensen hun familie uit Zeeland lieten overkomen om ons te bezichtigen. Hun mond viel open van verbazing toen ze hoorden dat we gewoon Nederlands spraken. Na een paar dagen waren mijn vrienden en ik platzak en toen ontdekten we dat er nog andere manieren waren om je brood te verdienen dan het schrobben van een dek of het sjouwen van kolen. Het oudste wat we gevonden hebben tot nu toe, dat is in 1931. Dan wordt Kit Dynamite gesignaleerd in Friesland. En zijn eerste recensie krijgt hij in de Franeker Courant. En dan wordt hij gesignaleerd als danser. Dus niet als muzikant, als danser. En het bijzondere is dat hij wordt begeleid door de latere trompetist-showman Teddy Cotton. Theodor Cantor begeleidt Kit Dynamite op banjo. Het moet een fantastisch gezicht geweest, denk ik. Ik heb eigenlijk, het begin heeft hij eigenlijk bij mij geleerd. Het klinkt misschien een beetje eigenwijs. Heel in het begin. Astoria in Groningen, dat was het eerste engagement. Voor mij ook. Toen begon ik beroepsmuzikus te worden. Toen was ik 19. En toen heeft hij zich gemeld bij een kermisonderneming. En daar is hij opgetreden als vuurvreter. En de zogenaamde fakir die op hete kolen met zijn blote voeten liep. En daarvan heeft hij centjes gespaard en heeft hij zijn eerste klarinet. En later, nog een maand of zes later, heeft hij zijn saxofoon gekocht. En toen hebben jullie in dezelfde band samen gespeeld? Ja, in een orkest. Een succes. Een succes. En wat voor soort muziek speelden jullie dan? Ja, de oude elektronummers. Veel elektronummers. En andere classics en veel Surinaamse wijsjes als rumba. Heel veel, ja. Maar ik heb zijn hele opvoeding eigenlijk meegemaakt. Zijn hele opkomst. Kit Dynamite begint een nieuw fenomeen te worden in een muzikaal klimaat waarin jazz zich naar Amerikaans voorbeeld in een groeiende populariteit kan verheugen. Het is dé amusementsmuziek bij uitstek. In de grote steden schieten de clubs als paddenstoelen uit de grond en voeren het begrip Negro als attractie in hun naam. Negro Palace Mephisto, Negro Kit Kat Club, Negro Melody Club, Negro Palace, Shim Sham Neger Club. Dat het show-element bij de optredende rijksgenoten vaak belangrijker was dan het muzikale niveau, wekt de ergernis van de bekende jazzcriticus Willem van Steensel van de A. Dynamite's orkest bevat verschillende negers, maar buiten hemzelf geen negermuzici. Het bedroevende feit is daar dat in ons land een stel charlatans rondwandelt. Niet uit Amerika, maar uit de Nederlandse West afkomstig. Hun muzikantschap bepaalt zich tot het brutaalweg ter hand nemen van een muziekinstrument en er een paar ruwe tonen uitpersen. Teddy Cotton was een fantastische showman, een jongen die paf de zaal inpakte en Kit speelde de goede muziek. Ik was nog erg jong, ik was 16 jaar
En dan ging ik op vrijdag en zaterdag en zondag ging ik dansen. En dan ging ik naar een zaak en die heette La Berry op het Leidseplein. En dan had ik een vriendin. En die was wel een stukje ouder als ik. En dan, als we dan bij La Berry waren geweest, dan gingen we op het Leidseplein bij Hirs. En daar speelde een band van zwarten, werd er gezegd. En toen ben we daar naartoe gegaan. En dan was er Mike Hidalgo met Luciana Hidalgo. Dit had ik niet van gehoord. En toen gingen wij naar, dan eten. En toen kwam ineens een hoofd tevoorschijn met zo'n kous op zijn kop. En dat had hij hier dichtgemaakt en hier dichtgemaakt. En dat was dan eigenlijk een muts. En het was een bovenstuk van een kous. Oh, mensen schrokken dood. Mag je gewoon. Ik zei, wat hebben we, krijgen we nou? Dat was zo'n raar gezicht, want ik was dat niet gewend. U wist ook niet waarom die kous ook? Nee, wist ik ook niet. Nee. En mocht het haar niet kroezen? Het kroeste wel, maar ja? Als het droog was, dan stond het uit. En het was juist, het moest glad blijven. Moest glad blijven, ja, precies. En daarvoor was die kous. Ja. Daar was die kous voor. Ja. Dus als hij dan thuis kwam en had gewerkt, dan deed hij dat weer op zijn hoofd tot de volgende dag. Nou ja, zo ben ik een paar keer met hem uit geweest en zo. Toen wou mijn vader wou het helemaal niet hebben. En toen zeg ik, nou niet hebben. Toen zei hij, nee, als ik je nog eens een keer ontdek met die man, dan ga je eruit of kom je er nooit meer in. Nou, en ik ben stijve kop en ik kon ook geen rassenhaard. Heb ik nooit gekend en zal ik nooit krijgen. En toen ben ik weggegaan. En toen ben ik bij hem gewoond. Saxofonist Kid Dynamite is een pracht jazzmuzikus. Met zijn onuitputtelijk improvisatievermogen en een felheid waaraan hij vermoedelijk zijn naam dankt, swingt het ene chorus naar het andere. Als enige prima kracht in de melodiesectie is hij daarin thans een onmisbaar element. In de eerste helft van de 30 jaar zie je dus Kid verschijnen op de foto's met een altsaxofoon en klarinet. En dan in 1935 komt hier voor het eerst, nou, een van de grootste uit de jazzgeschiedenis, Coleman Hawkins, tenorsaxofonist, de Amerikaanse tenorsaxofonist Coleman Hawkins, die komt in 35 hier. En dan zie je ook gelijk, want ik heb de foto, dan zie je Kit in omstreeks 35. En Kit gaat dan voornamelijk over op tenorsax. Nou, vanaf de tenor, vanaf 35 Hawkins was, heeft Hawkins een enorme invloed op gehad. Hij wordt er nog zelf van beticht in de jaren 50 dat hij op Hawkins lijkt. Al eerder heeft Kid Dynamite de aandacht getrokken van Amerikaanse jazzmuzici die in Nederland optreden. En ook 's werelds beroemdste tenorsaxofonist Coleman Hawkins heeft weinig woorden nodig om Kids spel aan te prijzen. Tell the guys, this boy is alright. He's getting better every day. De twee saxofonisten sluiten vriendschap en zullen een aantal keren samen optreden. Kid gaat Hawkins zien als een muzikale vader. We hebben hier te maken met een muzikus in ontwikkeling. Immer studerend. Een klasse muzikus die niet tevreden is bij het eerste applaus. Zijn toon en zijn eigen manier om zelfs in een straight beginchorus de accenten te verleggen en een dromerige sfeer te scheppen zonder sentimenteel te worden, getuige van persoonlijkheid en goede smaak. Thank you.
hij studeerde heel veel. Hij is altijd sollicitant de noten zei. Maar hij ging ook veel weg met mij. Hij was, ze vonden mij knap, dus vooruit dan maar. En hij was altijd, en dan liepen we in de Kalverstraat. En dan was het, en dan had hij altijd zijn arm hier omheen, hè. Zo, dan liep hij zo, en dan zijn arm hier omheen, en kwam hij ook hier weer uit. En alle mensen zag je kijken, want de mensen zijn gemeen allemaal. En dan zeiden ze, dan kon je gewoon aan hun zien dat ze zeiden, loop weer een neger met een hoer. Ik was direct een hoer. Al eerder heb ik het als mijn plicht beschouwd u te waarschuwen voor het gevaar van de zogenaamde negercabaret. Hierbij rapporteer ik u dat op 15 december 1936 twee HBS-meisjes van vrij goeden huizen in de Negro Kit Kat Club onzedelijk zijn betast. Uit de verklaringen van beide meisjes komt wel duidelijk naar voren welke een funeste invloed deze zwarten en hun muziek vooral op de jeugdigen uitoefenen. De een is dol op de zwarten zelf, de ander wordt gek van het ritme. De voortgebrachte muziek, als men tenminste te dien opzichte nog van muziek kan spreken, is mijns inziens alleen geschikt om de trommelvliezen op deugdelijkheid te toetsen. Het optreden van den bandleider vooral verplaatst den bezoeker naar Artis. In dat dierenparadijs kan men de fratsen van den apen nog waarderen. In de Negro Kit Kat Club is het optreden deze mensapen te walgelijk om aan te zien. Burgemeester De Vlucht gaat overstag. De Kit Kat Club wordt door het intrekken van vergunningen gedwongen zijn zwarte personeel, inclusief de optredende muzici, te ontslaan. Een aantal van hen, waaronder ook Kid Dynamite, stuurt een gezamenlijk ondertekende protestbrief. Maar de hoofdcommissaris is niet te vermurwen. De Kit Kat Club ziet zich genoodzaakt de deuren te sluiten. En de minister van Binnenlandse Zaken beveelt de maatregel van de Amsterdamse burgemeester ten zeerste aan bij zijn collega's in andere steden. Het voorval is geen incident meer. Wel treedt in Den Haag het orkest van Duke Ellington op. Een jaar voordat de Tweede Wereldoorlog zou uitbreken. Op dat moment is criticus Van Steensel van de A nog een warm pleitbezorger van de authentiek zwarte wortels van de jazzmuziek. Een paar jaar later is hij in dienst getreden van de Nederlandse Cultuurkamer en is zijn enthousiasme voor de jazz aardig bekoeld. Het is mijn streven de Europese geest te herstellen in de hier te lande gemaakte dans- en amusementsmuziek. Door laatstgenoemde te ontdoen van die primitief negroïde muziekelementen die geacht worden in strijd te zijn met de Europese klankvoorstelling. Er mocht geen negermuziek gespeeld worden. Dus dat was de enige boodschap die de chef kreeg. En die gaf dat door aan ons jongens. Het is afgelopen, we spelen niet meer. En een paar weken daarvoor had ik gebeld, omdat ik hoorde dat iedere muzikant moest een ariërsbewijs hebben. Heb ik naar Den Haag gebeld, naar de cultuurkamer, Haagse cultuurkamer. En aangezien ze dus aan het gesprek, aan mijn Nederlandse taal die ik spreek, niet konden zien welke kleur ik had. Nou, toen heb ik tegen een vriendin waar ik mee was, ik zeg, zodra als die knapen komen, dat weet je het dus niet, dus voorlopig doe jij de deur open en dan vraag je wat ze willen. En ik ben nooit thuis voor geen mens. Dat heeft ze gedaan, dus die papieren zijn afgegeven, die kaart. Dus ik had een kaart, een ariërkaart. Had ze mijn kop gezien, had ik het natuurlijk nooit van mijn leven gekregen. Nou, bleef over Mike Hidalgo. En die opende een bar op de Rokin. En daar nam hij mij mee, want ik zat een beetje achter de piano, zong, gitaar. Dat duurde ook niet lang. Toen werd me gezegd, ja Martin, we moeten hem sluiten. En toen ben ik naar, als ik me goed kan herinneren, ben ik naar Rotterdam gegaan. En Rotterdam, op Katendrecht, speelde Kid Dynamite. Kid tenor, zegelaar bas, Walter Rents, die speelde trompet en ik speelde slagwerk.
Daar heb ik zo ongeveer, als ik me goed kan herinneren, toch wel een maand gespeeld. Want dan mochten de Duitsers, die mochten daar niet komen op Katendrecht. Dat is te gevaarlijk. Katendrecht erg donker, moet dus een slechte naam hebben. Dus ze waren bang voor hun militairen om die daar te laten passeren enzovoort. Mij bereiken talloze klachten over dans- en amusementsorkesten die nog steeds de Amerikaans-negers en te hot spelen. Reeds zijn een aantal vergunningen voor diverse kapellen geweigerd. Indien de voorwaarden niet worden nageleefd, zal onherroepelijk uitschakeling plaatsvinden. Verboden zijn afzwakkende eindtonen, growl-effecten, overmatige glissando's, labiele verglijdingen van halve tonen, rauwe klanken, tonaal ongedefinieerde kaltrillers en dubbelslagen, het gebruik van rubberdempers ter verkrijging van hot effecten, scratchy klarinettonen, het meer dan 3 maal achtereen herhalen van eenzelfde lick in de improvisatie, alsmede het meer dan 16 keer herhalen van een lick in ensemblewerk. Slagwerksoli langer dan 2 maten, tapdanscorussen, het gebruik van lawaai-instrumenten, exotisch slagwerk en rondzingen. Dat was heel erg, want toen mocht hij wel spelen. En dan gingen ze, en er stond er één buiten, dan maar zeggen, bij Johnny Meijer. Heb je gespeeld op Nieuwe Dijk, hè? En er stond er 2 buiten. En dan speelde hij de jazzmuziek. En zodra de Duitsers aankwamen, gingen ze over op andere muziek, op Duitse muziek. Duitse SD of de Duitsers, die waren als de dood voor geslachtsziekten, want het was ook verboden, Duitse soldaten, om op de wallen van Amsterdam te komen. Nou, Maak Hidalgo, die had een afspraak met de SD, die kreeg toestemming om door te spelen. Hij werd dus beschermd, tot ergernis van de cultuurkamer, jongens. Hij signaleerde dan eventueel, dat was de afspraak, als een meisje was wat besmet was of geslachtsziekte had. De Nederlandse Cultuurkamer, in de persoon van J. Govert Govertz, is verbaasd over de toestemming die bandleider Hidalgo heeft gekregen. Hij vraagt opheldering aan het Duitse Rijkscommissariaat. Van dit ingrijpen uurzijds was bij de Cultuurkamer niets bekend. Zij moest uw beslissing uit de mond der negers zelf vernemen. Deze tolerantie van dokter Bergveld is voor mij onbegrijpelijk. Immers, het is mijn taak deze volksvreemde invloeden met wortel en tak uit te roeien. Ten aanzien van de Joden heeft de bezettende macht reeds afdoende ingegrepen. Ten aanzien van de negers zal ik zelf maar maatregelen nemen. Germaanse cultuur. Zeker, deze is niet dood, maar leeft nog in ons volk als een erfgoed der vaderen. De Odalrune, bijvoorbeeld, een Germaans letterteken, zo was het voor onze jaartelling. En zo is het nu nog. Maar ook dit zijn monumenten van Germaanse cultuur. We werden ook deze uitingen leren kennen. Kunt u het bewonderen? Het is dan ook geen cultuur dat onze eigen volkshaat voortkomt. Dit is... Ja.
Meijeren. Kit. Is dat steady? Ja. Weet u wat het voor film was waar Kit in te zien was? Nee. Nee. Maar is het al opgenomen om echt in het kader van de totale film te laten zien wat slechte muziek was die in Afrika thuis hoorde? Dat was de opzet. Dat was wel de opzet. Maar niet voor ons, maar nee. Het was de opdracht. Daar heb ik later in de krant iets heel leuks van gelezen. Van in de Telegraaf, denk ik, of in de Vaderland. Mm-hmm. Van iemand die beschrijft in de oorlog dat er geen jazz meer mocht zijn. Ja. En die zei, maar één ding was, in de Signac was er nog wel jazz. En dan ging hij elke dag naartoe en dan blijkt dit filmpje geweest te zijn. Oh. Weet u nog dat hij daar aan meegewerkt heeft of niet? Nou, het zal wel, ik weet het niet. Nee. Zou ik nou echt niet weten? Nee. Nee, want het rare is, het is een NSB-propagandafilm. Oh. Nee, nee, maar u maakte dat in opdracht van... Ja, van wie eigenlijk? Ja, dat zou ik ook niet meer weten. Nee. Nou, ik denk een officiële opdracht is het geweest die onze maatschappij kreeg. Ja. Nou ja, goed, dat had Polygoon en Profilty ook in die tijd, ja, niet, zulke dingen. Ja, ja. Maar meneer Meijer, u was assistent-regisseur van de film? Ik was er gewoon bij, omdat ik bij de company zat en zei, goh, kom nou mee, je kan ons helpen. En omdat ik bij de voorbereidingen wel was geweest en ik onder andere met die muziek zaten en ik was er eenmaal aan. Fanatiek muziekverzamelaar. En ik had die Gershwin. Oh, ja. En ik had Nat Cornelis, ik had de Armstrongs. Maar me deed met Nat Cornelis. Ik weet dat past op een of andere manier het beste. De Kutter zei, ja, daar kom ik het beste mee uit de voeten. Ja. Want je ziet wel Kit Dynamite, maar je hoort hem niet. Maar je hoort hem niet. Want de plaat die eronder zit, is Nat Cornelis. Ja, ja. Met zijn band. Ja. Nu heeft u meegewerkt aan een filmpje waarin deze muziek in een, laten we zeggen, qua daglicht werd gesteld. Ja, maar ja, hoe? Je ziet hoe de reactie is van die jonge man, die ik weet niet weet wie het is, die zei, goddank, er was al ergens waar jazz gespeeld werd. En die ging elke dag in een cineac zitten. Ja, ja. Van zo'n sociaal slaat. Ja. Nee, weet je wat het is? Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Natuurlijk wist je, bijvoorbeeld, maar, dat heeft in Nederland helemaal geen effect, laat het zo noemen. En wat er overheen gezegd werd, het interesseerde ons echt niets. Nee, nee, het ging nu om het filmpje en waar het, wat er over gezegd werd en we hoe het ingezet werd. We kunnen natuurlijk jazz maken. Ja, precies. Ja, 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 ja. En de mensen die onderwerp waren van het filmpje, die hadden daar uiteraard helemaal geen idee van waarvoor het gebruikt werd. Waarvoor het bedoeld was? Ja. Nee, die zaten er niet van. Weet je ook niet wat ze deden. Niet deden. Gedaan, ja. Iedereen deed alles voor geld, zei dat niet. Maar, jawel. Maar, nee. Paridari. 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 Juist. Daar komt het vandaan. En daar hoort het thuis op. Afrika speaks. Mijn derde jacht. De Bonanza Boys presenteren ons vanavond een exotische floorshow. U hoorde zojuist Koling Bang Bang, de noodkreet van iemand die verdwaald is in de jungle. En u maakte niet alleen kennis met de typische volksritmiek van de Kaseko, maar ook met zanger-saxofonist Kit Dynamite. En laten we hem, luisteraars, die als weinig anderen uitstekend georiënteerd is op het gebied van de Surinaamse muziek,
geslagen vanavond iets te vertellen over het nu volgende nummer. Hier is dus Kid Dynamite. De Winti-dansie is een dans die bij een groot vuur wordt uitgestoken, waarbij de slang wordt vereerd. Dit huis kwamen Surinaamse vrienden en dan spraken ze ook Surinaams. En dat konden we niet volgen. Mijn moeder ook nauwelijks. Eigenlijk, die kon niet meepraten. Hij heeft me ook geen Surinaams leren spreken, bijvoorbeeld. Of alleen maar één woordje. Nee, dat deed hij ook niet. Dus ja, dat is wel jammer. Maar nou ja, zo was het. Hij leefde meer voor zichzelf en... zijn eigen leven en ja, daar leefde hij voor. En voor ons was hij dus af en toe en dan zei hij van dit doen of dat doen en ja, en daar liet hij het bij. Als ik zeg, ja, mijn vader was muzikant en speelde saxofoon, het lijkt wel of je zegt van mijn vader was een bedelaar of mijn vader was, weet je wel, ja, een armzalig beroep. Ik weet het niet, het heeft geen status toch? Dus ik was er niet trots op. Ik zei niet, mijn vader speelt saxofoon. En ik had zelfs niet van, en hij is de beste van de wereld. Nee, zo was ik ook. Hij speelde zomers in Casablanca. Want 's winters speelde hij of in Scandinavië of in Duitsland. En het winterseizoen was echt het werkseizoen. Dat geldt nog steeds, eigenlijk, voor muzikanten. En dan zomers kwam hij naar Casablanca. Dan zette hij in de kamer zijn statief neer, saxofoon, uit de koffer en zijn U-boemenboek op. Wat? Op het statief. U-boemen, zijn oefeningen. En dan ging hij voor mij toch onbekende riedels spelen. En dan vooral proberen om veel lucht door die saxofoon te blazen, veel aan het mondstuk te draaien, veel aan de rieten te veilen en zo was hij eigenlijk een paar uur bezig. Dan lag ik geloof ik nog in bed en dan moest ik wel eens op zijn rug lopen, want hij wilde altijd gemasseerd worden en ik was niet zo zwaar en dan zei hij altijd van ja, ga even op mijn rug en dan moest ik met mijn voeten, moest ik hem masseren en dan liep ik op zijn rug. En een ander ding was dat hij ook wel eens vroeg om grijze haren eruit te trekken. Want ik had van die kleine vingertjes en dan moest ik grijze haren zoeken. Dan liep hij in zijn onderbroek, liep hij door het huis, want zijn broek
perste die 's avonds voor het optreden. Ik zag hem zo helemaal transformeren van iemand zeg maar in een slobberbroek en een maalloos interlok. Tot iemand die keurig geschoren was, een snoertje bijgewerkt had en een hoofdlet. Dat moest allemaal perfect gestreken worden. Daar was ik altijd wel trots op, want dan dacht ik, hé, dan ziet het tenminste weer goed uit. Want in het hempie vond je maar niks. Daar vond ik maar niks, want daar was natuurlijk ook 200 pond. En ja, dat is niet echt, dat was niet echt een atleet om te zien. Hij was wel sterk, maar had niet het atletische figuur. Dus ik vond het, dat was natuurlijk een beetje een dikzak. En dan zijn pak aan, zijn jas aan en zijn hoed op en dan ging hij als een heer ging hij weg. Laat elkaar geen mietje noemen, ze zijn daar voor hun brood, hè, de jongens. En het is natuurlijk een beetje chanswerk, hè, laten we elkaar maar... Dus ze hebben niet graag dat de vrouw daar komt. En dat weet ik natuurlijk, want ik kom zelf uit de muzikantenwereld vandaan. Nou ja, als je speelt en die hangt om je nek en die hangt om je nek. En de ene vrouw kan het wel hebben, maar de andere vrouw kan het niet hebben. Dan zou je de grootste ruzie krijgen die er maar is. Ik ben ook nooit bij een Casablanca geweest als hij werkte. Want dat ken niet. Want er gaan het zijn altijd van die meiden... Nou ja, het is de brood, wat moet je dan? En het is geen pooier of hoer, maar je gaat er naartoe voor die muzikant. Ze dragen ook nooit een trouwring. Of ik let maar op, misschien nou dat het veranderd is. Maar toen de tijd niet. Mijn moeder was heel makkelijk met ons. We mochten echt alles van ma. Maar als hij naar thuis kwam, zo, was het, oh, pa komt weer thuis. En dat was echt zo van, oh, pa komt weer thuis. Dat was eigenlijk niet iets waar we naar uitkeken. Hallo, dit is meneer... Nee, ja, zoon. Zoon van... Toen ik me er een beetje voor begon te interesseren, vertelde hij wel, kijk, de Noorsax moet in het hoog breed klinken. En daar bedoelde hij mee dat het niet in het hoge register moest piepen, maar het moest een brede toon hebben. En dan zat hij in de keuken in dat mondstuk, aan dat mondstuk te feilen. Met een ijzerfeil en op het aanrecht, het was een granieten aanrechtblad, daar wreef je dan heel tiende van millimeters nog van dat mondstuk af. Oh, de slijpen schreef uit. Hij moest om 8 uur beginnen, 7:30 moesten we nog naar de Beuningstraat. Een beetje koper op laten gieten. En dan had honden naar huis weer. En dan ging meneer slijpen. Niemand begreep wat hij deed. Maar dat mondstuk was zo breed. Dat had hij gewoon met een vijl groter gemaakt. En dan moesten die rieten. Ik moest speciale rieten kopen bij hem. Bij Hampen. In het Spui. De afstand tussen dit en het riet. Dat is eigenlijk bepalend voor... Of je een hard geluid hebt, een breed geluid of niet. Nadeel weer van zijn hard en breed geluid is dus als je die opening heel groot maakt, dat is dus als je vals is de pest gaat spelen. Maar wat dan het verhaal is, dat wie dan het grootste mondstuk heeft, en die mondstukken die hebben dan een nummering. Bijvoorbeeld dit zijn Otto Link mondstukken, daar speelde hij ook op voor de oorlog, moet ik zeggen. En die hadden een nummering, tegenwoordig hebben ze van 1 tot 10. En nummer 10, ja, dat is, daar moet je echt de krachtpatser voor zijn, weet je. Dus dan begin je te spelen en dan wil je meteen de krachtpatser zijn. En ik wil natuurlijk helemaal de krachtpatser zijn, dus je neemt meteen het zwaarste wat er is. En dat is het stomste wat je kan doen. Maar dat zie je ook al, er zit een vrij grote opening en dan ga je met een vijl, ga je daarin zitten. Te poeren helpen, dat ze nog groter worden. En dat is funest, want op een gegeven moment ga je natuurlijk altijd te ver. En dan help je je en dan wil je het proberen en dan speelt hij slecht en dan doet hij het niet meer. Dan is het dus je mondstuk naar de kloten. En dat is dus het ergste wat je kan hebben. Weet je. Maar toch is het zo, en ik trap er ook elke keer weer in, dat ik het toch weer een klein beetje aan ga veilen. Want ik toch denk van, hij moet weer even... Of ik later iemand er niet zeg van, hey, nee jongen, ik ben expert erin. Ik heb het voor die ook gedaan en voor die. En dan opeens, jongen, dan wil je wel dood zijn, want dan heeft hij het hele mondstuk verkankerd.
Ja, dat is dus heel erg. Kijk, toen de tijd was Stan Getz bijvoorbeeld, dat was de man. En die had dan dit soort mondstukken erop. En ik wil eens proberen of ik een Stan Getz geluidje eruit kan halen. Maar dan hoor je zelf meteen het grote verschil tussen zo'n metalen brulbak en zo'n ding. Kijk, en als het dan, dat het sound toen de tijd zo werd. Oh, dat is zo klein, ik kan niet eens op spelen. Kijk, zo hoorde je te spelen, een meidje. En dan kom je in de Casablanca. En dan zit er iemand. Ja. Nou, dat is ordinair, of niet soms? Weet je. Wat vind jij daar dan van? Dan denk je, dat is toch vreselijk. Weet je. Nou ja, dat is dus ook waar toen ik eigenlijk. Maar aan de andere kant kwam ik erachter dat je dus veel beter zoveel uit kon hebben. En dat het veel echter was en dat het ook zo hoort. Hij wist daar veel van. Hij zong er ook over. Hij had één lied. De jongen raakte niet helemaal in vervoering. Dat van, ook als hij ging spelen, dan was hij zo vurig. Dan raakte hij helemaal weg. En hij kon alles met die sax, jongen. Ze konden hem af en toe niet bijhouden. En in trans kwam hij. We hebben ook een keer meegemaakt dat er een soort trance dans ontstond. Er waren dus een heleboel Surinamers en hij speelde zo'n soort lied. En de mensen raakten een beetje in trance. En dat hield hij dan helemaal in de hand. He, je voert die trance een beetje op en dan laat je het weer afzakken zodat de mensen weer tot rust komen. En dat kon hij dan helemaal aan, dat deed hij dan. Ik heb met Kit gewerkt voor Max Wojski en dat was tussen Bergen en Alkmaar. En ik ben hier geboren. Ik weet eigenlijk weinig toen, nu weet ik meer, van die cultuur in Suriname af. Maar Kit was altijd, die zei altijd, dat zijn boze geesten. Daar waren wij verschrikkelijk plezier om hadden natuurlijk. Maar als je wegging met Kit 's avonds, en die weg die was eigenlijk vlak na de oorlog, er waren geen lichten. Dan liep hij met zo'n koffer voor zich en dan sloeg hij zo en sprak Surinaams wat ik niet verstond. Ik zei, wat ben je nou mee bezig? Hij zei, ik sla de boze geesten van me af. Nou, dat was voor mij een hilariteit. Ik lachte me rot natuurlijk, want ja, dit kende ik helemaal niet. Die zuster was erg bang dat hij die magische krachten toch weer terug zou kunnen krijgen. Dus die heeft hem al door dwars gezeten. En alles wat hem overkwam aan ongeluk, dat was haar werk eigenlijk. En als hij ziek was, dan had zij dat gedaan. En hij beweerde dus dat zij een slang in zijn lichaam had geplant. Met zwarte magie. En daarom had hij een operatie moeten ondergaan aan zijn gal. Dat was door die slang van die zuster gekomen. Nou, en alle ongelukken en alle depressies, dat was allemaal haar schuld. Maar dat hij er niet aan onderdoor ging, dat was doordat hij toch een zekere magische kracht van zijn grootmoeder nog bij zich had. Een Winti, zoals dat dan ook heet. En daardoor kon hij zich staande houden. Heb je
voor je neef. Voor mij even wachten. Ik vraag me af voor die persoon. Hoe men zoiets doet, toch? Toch? Hoe gebeurt ik het? Ik vraag het me ook af. Want je hebt ook kunnen mensen die verstand van dit soort zaken hier hebben. En dan zou ik misschien hun commentaar willen horen. Je hebt ingewijden hier. Ik bedoel, want dan zou ik tenminste moeten hebben opgemerkt dat mijn oma met al dat soort praktijken bezig was. Maar mijn oma die had er geen verstand van. Ik weet niet, het moet verzonnen zijn. Het moet gewoon een verzonnen verhaal zijn. Want ik kan het me niet voorstellen hoor, echt niet. Hier is een christelijke... Want hier heeft hij het bepaald niet gehad. Dus dat van die slang in zijn buik, ik kan het me gewoon niet voorstellen. Stel je voor. Hij was in de verbeelden, maar wij niet. Onze familie deden niet aan afgedreven. Nooit. Tot heden. Maar uw broer geloofde er wel in? Daarin geloofde hij. Het zou dus kunnen dat er op de plantage Hannover dingen zijn gebeurd dat, waar jullie niets vanaf weten. Dat is het. Dat is juist. Hele geheimzinnige dingen? Ja. Dat is gebeurd. Hij weet het. Hij heeft mee bemoeid. Hij heeft contact gehad met die mensen. Hij bleef daar. Sama pira jiwa kau na bas prebuse doro kau nae boro. Kau nae boro. Sama pira jiwa kau na bas prebuse doro kau nae boro. Kau nae boro. Ai bidada ye. Bidada ye, ay bidada ye ye, bidada ye, Elena o, bidada ye, Elena o, bidada ye. Maar ik veronderstel dat als hij in die tijd, want hij woonde toen in Nederland, ja, hè, kon hij ook zo makkelijk zingen over de wintercultuur in Suriname, want het was taboe. Ja. En hier werd het eerder geaccepteerd. Ik denk hier dat was hij ook, vrij. Het publiek verstond het. Ik denk publiek, dat ook Hug heeft meegewerkt aan aan zijn bekendheid. Dat heeft tegengewerkt in Suriname. Want toen de tijd was het taboe om in de jaren 58 of 57 over dat soort dingen in over winties te zingen. Het was sociaal absoluut niet. Het was niet aanvaardbaar. Nee. Het was bij de wet verboden toen om een wintipree te organiseren in Suriname. In het koloniale Suriname van toen was het bij de wet verboden. Ja. En het was ook frustrerend voor de mensen hier. Gewoon een soort winti muziek. Ja. You know, niemand kon dat begrijpen. Ja, want wat kende men? Zwarte muziek uit Amerika kende men. Ja. Wel op een subtiele manier gebracht dat je dus ook kan begrijpen wat hij zingt, wat hij vertolkt. Aan het einde van de Kulibamban zegt hij zelf iets van extase. Hij zegt, Uchiro, 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 my did it just, my did it just. En zo werd de winti muziek vroeger gespeeld. Wat betekent dat? Maar hij zegt eigenlijk van jongens, laat de muziek uitsterven. Ja. Want de mensen gaan dood. Ze raken in extase. Ja. Ze krijgen winti. En dan zegt hij als een soort eindconclusie aan het einde. Zegt van Afrika speaking. Ja. Kijk, en dat is weer gelijk. Wat hij aangeeft, als je vroeger echte diepe winti muziek speelde. Dan speel je een bepaald hoogtepunt en dan wordt het heel kort gespeeld. En dan sterf je uit. Je kan hem niet te lang door laten gaan. Dat is als mij dit ja. Als je naar die tekst luistert, Samampira, Jiwan Kauna, Basfre Musudoro, Kaunai Boro. Ik bedoel, dat is filosofisch. Dat is voor mij Surinaams op een hoog niveau, Franantongen op een hoog niveau. Het is abstract. Het is een gezegde, een gezegde ja, waar wij eigenlijk ook niet de letterlijke betekenis van weten, omdat wij mensen zijn van deze tijd en we wonen in Nederland. Het Surinaams, ja, dat spreken we wel. Maar de diepgang van zo'n uitspraak, ja, dat weten we eigenlijk niet exact. Je kunt wel zeggen, Mampira is een muskiet, maar wat die man precies bedoelt te zeggen, dat zouden we eigenlijk aan de ouderen moeten vragen. Ja. Kijk nou eens. Dit wil aan met Marianne. Dat doet ze meer zo nu en dan. Het is maar uit en aan met Marianne. Jongens, die kan er ook wat van.
iedereen kent Marianne en als je haar zo ziet. Lijkt ze heus wel lief, maar is dan krijg je roer me niet. Jarenlang mag zij het met haar vrijer aan en uit. Hij was een broodmuzikant. Dus als ze hem vroegen om bijvoorbeeld een opname te maken van de bananenboot, dan deed hij dat en dat deed hij zo goed mogelijk. Of van een vaatje met rum, dan deed hij dat ook, want hij was muzikant en daar kreeg hij voor betaald. Wij vonden het gewoon niks. Ja. Dat is een beetje Max Wojski-achtig. Ja. Beetje Max Wojski-achtig. Ook het ja. Nummer van Mij duikt met mijn hoofd in een vaatje. Dat was nog erger, dat was verschrikkelijk. Mij duikt met mijn hoofd in een vaatje met rum. Dat vonden wij een aflating van het respect dat we een muzikant moesten hebben. Je maakt je zo belachelijk. En hij was toch zo, wel zo commercieel dat hij dat deed. En hij vond het ook wel een eer dat hij dat plaatje mocht maken. Deo, deo, na de nacht is het zwoegen voorbij. De engagementen werden minder. Veel zaken gingen sluiten. Ja, dat is een doodsteek geweest voor de jazzmuzikanten in die tijd. Wanneer we binnentreden, zijn er wel geteld 4 bezoekers. De bassist gaat er zo nu en dan bij zitten. De violist knipt met zijn vingers, maar swingen wil het niet. Kid Dynamite verdwijnt achter een gordijn. De dansvloer ligt verlaten. We hadden geen super sensationele muziek verwacht, maar het is verbazend jammer dat Dynamite, die in het verleden een toch niet onbelangrijke rol in ons jazzleven heeft gespeeld, thans op het niveau is gekomen dat er geen goed woord over zijn muziek en zijn sideman te schrijven valt. Zij tegen mij altijd, ga nooit in de muziek. Hij wist, er zit een keerzijde aan waar je niet om vraagt, maar die is er wel. En naarmate je ouder wordt, keert hij zich tegen je. Want het was natuurlijk ook moeilijk voor hem om engagementen te krijgen natuurlijk. Dat werd ook steeds minder. En dan moest steeds verder weg. Het lijkt wel dat hij in Duitsland zijn brood moest verdienen. I feel happy inside. It's such a feeling that my love. Nou, het geldkwestie was het met Joren. Ik moest geld hebben en hij had. Het zat eigenlijk zo. In Duitsland was een meid en die was 18 jaar. En die meid stond bij mij op de stoep. Ze stond bij mij voor de deur. En die moest Kit hebben. Nou ja, dan denk je een artiesten of wat ook, weet je veel. Dus ik zeg tegen Kit, die lag in bed, zo en zo, ik kan haar niet goed verstaan, en ze moet jou hebben. Nou, toen komt die meid boven, die hing om zijn nek en 4-5 niet genoeg. Nou ja, dat ging eigenlijk gewoon niet meer. En toen had die meid veel geld, had hij geld gegeven zo, en voor mij was er niks. En dat is eigenlijk de kwestie waarvoor ik gescheiden ben. Hij had zo zijn eigen leven en mijn moeder had haar leven met ons, dat je afvraagt van ja, wat heeft dat voor zin? Dus ja, je kan er beter maar je eigen weg gaan. Ik vond het niet zo'n slechte beslissing. Thank you.
wat was er nou gebeurd met het auto-ongeluk? Hij zat met het ding, want er was die slang uit zijn buik, was plotseling omhoog gekomen en die had dus dat mondstuk naar binnen getrokken en daar was hij in gestikt. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar het is wel een fantastisch mooi verhaal natuurlijk. Dat zijn typische muzikantenverhalen. Het zou geweldig zijn als het geweest, maar ik geloof er niet in. Dat hij die bek van zijn sax, dat hij die in zijn mond had, dat zal me helemaal niet verwonderen. Want onverschillig waar hij dan ook was, die bek die ging altijd uit die koffer vandaan. En als het, of je nou in een auto zat, of op straat stond, of in een hal stond, of in het toilet stond, hij had... Ja, ik heb daar geen commentaar op. Want ja, wie zal... ik weet het niet. Ik heb daar geen commentaar. Dat is iets met een slang en... ja, nee. Nou ja, hij is vroeger overleden. Dat was niet nodig. En ik denk als kind van... ik heb daar heel veel vrede mee. Ik had er niet graag op zijn 65 of saxofoon zien spelen of in een orkestje zien belanden. Hier bij de Skymasters of wat ook. Nee, dat had absoluut niet bij hem gepast. Dat kan niet, daar was hij te veel sterk voor. Dus ja. Men vertelde daar op het consulaat dat het beter was en in ieder geval een stuk goedkoper was om hem... te laten begraven in Boegholz dan. Het was zeker mooi om te zien, nog zo omvangrijk, zo dik en zo breed als hij was, lag hij daar als een soort Egyptische keizer. Lag hij daar. Hij was verschrikkelijk om te zien. Ja. Later hoorde ik van Blijt dat hij nog de kist zakte in het graf. Nog de tegenwoordigheid van geest had om een klein plastic saxofoontje in de kist te gooien. Hij speelde dit vaak. Yeah,